geschreven, maar hij is vooral heel bekend geworden als de schrijver van Zolderen. En dan noem ik heel bijzonder een boek wat hem het meest beroemd heeft gemaakt, en dat is Op en Zien. En door Op en Zien zal zijn naam nog heel lang voortleven. Zijn dood kwam heel onverwacht. Hij was op 8 mei 1913 onderweg naar het postkantoor, het grote postkantoor in Groningen aan de Munnekehoog. Daar zou hij nog een paar brieven brengen. En hij was niet alleen, hij werd vergezeld door zijn dochter Tine. En ze liepen richting Munnekehoog. En toen ze naar op de visbuis gekomen, zakte hij in elkaar. Consternatie, paniek, dochter natuurlijk ook helemaal in verwarring. Toen waren er nog geen ambulances, dus we konden in een ziekenhuis. Nou, er moest een rijtuig georganiseerd worden. En hij is in een rijtuig gelegd en naar het ziekenhuis gebracht. Maar wat heel erg verdrietig was, toen het rijtuig het ziekenhuis arriveerde, was hij al overleden. Hij is niet oud geworden, na 54 jaar. Toch had hij wel over zijn dood nagedacht. En hij had aan zijn vrouw en ook aan familieleden wel verteld dat hij in Roden begraven wilde worden. Roden, het dorp van zijn jeugd, waar hij was opgegroeid, waar hij zoveel familieleden had, waar hij diep geworteld was. Wat ik altijd bijzonder heb gevonden, dat de belangstelling voor die begrafenis zo heel erg groot was. De stoep vertrok vanuit Groningen, vanaf de Ossenmarkt, en ging eerst langs de Pelse Straat. Daar was de Rijksweekschool. En daar stonden leraren opgesteld en ook leerlingen, en die brachten nog een saluut aan hun collega, aan hun leraar. En de stoep hield er nog even stil en toen begon de lange tocht naar Roden. En er waren heel veel mensen. Hij had een hele grote familie, dus een totaal van alleen al. Er waren veel mensen, maar ook heel veel Rodenaren, vrienden, bekenden. Hij was een heel bekende man natuurlijk in deze toen nog kleine gemeenschap. En hij is hier begraven, dus zijn vrouw heeft dus nog heel lang overleefd. Wat ik altijd heel opmerkelijk heb gevonden, dat het tegenstrijdige een beetje in het karakter van Hendrikus Scheepstra. Er waren verschillende aspecten aan hem. Hij was leraar. En hoe was hij als leraar? Er is op een bepaald moment, toen de Rijkskreekschool 100 jaar bestond, is er een herdenkingsboek verschenen. En daarin werd ook een kenschets gegeven van Hendrikus Scheepstra, van deze leraar. Wat werd van hem gezegd? Hij is een beetje saai, een beetje rechtlijnig, nog zakelijk in zijn lesgeven. En dat kun je een beetje verklaren. Hij was heel ambitieus en heel gedisciplineerd. Hij wilde ook dat die leerlingen ook het heel goed zouden doen. En daarom die houding. Maar tegelijkertijd werd ook gezegd dat hij een heel beminnelijk mens was. Dat is één aspect van zijn karakter. Wat ik ook nog zeker even wil noemen, dat hij aan de ene kant bescheiden was, rustig was, maar tegelijkertijd was ook onszelf bewust. Het feit dat hij op jonge leeftijd al een heel groot huis ging bewonen aan de Ossenmarkt, een van de voornaamste pleinen in de stad Groningen, waar allemaal hoogwaardigheidsbekleden woonden, de burgemeester en hoogleraren, ik voelde zich niet te gering om daartussen te gaan wonen. Maar tegelijkertijd, als hij hier in Roden kwam, dan was hij weer voor zijn kameraden van vroeger, was hij gewoon Rieks, en dan zat hij hier ook in het café, in het dorpscafé, en dan roep je rustig een glas mee. Dat aspect van zijn karakter, dat werkte dus op school niet zo heel erg. Hij was een heel gevoelig man. Hij was daardoor in staat om op een heel bijzondere manier te schrijven, poëtische teksten. En dat kun je het beste zien in Op en Zien, maar ook in verschillende van zijn andere boeken zelf. Hij had een hele fijne pen en hij kon zich heel goed inleven, ook in de psyche van kinderen.
En daardoor, dat zeg ik, dus die strenge leraar, die rechtlijnige leraar, en de man met hele bijzondere artistieke talenten die zo goed kon schrijven. En dus een heel gecompliceerde man. Maar aan hem danken we natuurlijk prachtige boeken. En men zegt wel eens, een profeet is in zijn eigen land niet geëerd. Dat geldt voor Scheepstra niet en dat geldt voor Rome niet. Want hij is heel bijzonder geëerd. Er is hier een standbeeld van Ottersien, van zijn twee geesteskinderen. Er is een standbeeld voor hemzelf, dat is ook heel bijzonder. Dat gebeurt niet zo vaak, dat schrijvers allemaal standbeeld krijgen, hij dus wel. Er is een straat naar hem genoemd, er is een school naar hem genoemd. En wat helemaal bijzonder is, dat er al sinds enige tijd ook eigenlijk een klein Scheepstra-museum is, ook kun je het bijna wel noemen. Ze noemen het heel eenvoudig Scheepstra-kabinet. Maar het is eigenlijk een klein museum dat een beeld geeft van zijn leven, van zijn werk. Dus dat is heel bijzonder. En dat Scheepstra-kabinet is tot stand gekomen dankzij een kleine groep mensen, heel enthousiast en zeer vasthoudend, die onder leiding van Arie Volkens heel veel hindernissen hebben moeten nemen om dat kabinet te realiseren. En dat is gelukt en het is prachtig. En ook de aandacht van de pers vandaag wijst het ook uit dat de koers uitstekend is. Jullie hebben een hele goede koers gekozen en jullie volgen de koers ook heel trouw. En ik vind het ook wel een heel mooi idee dat wij nu op de dag van zijn 100ste sterfdag hier samen zijn bij dit graf. En dat we nu daar koers zetten. Ja, hoor. Dankjewel voor jouw mooie toespraak, want niemand anders dan jij kan dat zo mooi verwoorden. Door de verschillende karaktertrekken ook wat je nu, dat is gewoon geweldig. Het lijkt voor ons een eer dat wij dit mogen doen. Alleen serieus, maar ik wil het vooral even uitdrukken met z'n allen, want jij noemde mij even weer, maar als ik niet zo'n goed bestuur en medewerkers om me heen had, die me heel vaak ook weer opwekken en op het juiste moment altijd zijn, dan was het nooit iets. Ik wil graag Truus naar voren halen. En dan mag jij de bloemen. Ik zeg je dat je heel erg mooi zou vinden. En herdenking, en dan kan iedereen zijn eigen gedachten op laten passen.